Het was hier het gezelligste hoekje, maar dat is afgelopen hoor. Hoe komt dat? Nou, mensen doen er niet meer aan hier. Die mevrouw is overleden en hiernaast, ja, die jongen speelde altijd muziek, maar die is weggegaan, dus. En hier is het ook niet zo gezellig? Nee, ik vind er geen pest aan. Nou, hoe gaat het volgend jaar dan verder? Weet ik niet hoor. Misschien woon ik hier wel niet meer. Waar gaat u dan wonen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet je toch niet? Okay, maar hoe lang woont u hier al? 51 jaar. Lang genoeg, hè? Een broodje warm vlees of een broodje kroket? Oh, wat een vreselijke keuze. Dan zou ik een broodje kroket nemen, als ik toch moet kiezen. Waarom vraagt u, de keuze tussen een broodje kroket en een broodje vlees? Wat wil je daar nou mee, met zo'n vraag? Ja. Nee, dat is geen vraag toch? Dat is toch een heerlijke vraag? Vind je dat? Vind jij dat een heerlijke vraag? Wat voor hond is het? Een Friese stabij. Dat heerst, hè? Die zie je steeds vaker. Zou je water willen of koffie of zo? Of weet ik veel, zoiets. Even dat soort vragen. Ja. U houdt de stand bij? Ja, we houden de stand bij. Telefonisch, we weten niet helemaal hoe het gelopen is. Maar we informeren de mensen. Houdt u van hollen? Nee. 2-1 voor Ajax. En dit is ook echt waar allemaal? Ja, dit is echt waar allemaal. Ik ga eens even een stukje meehollen. Ja. Dank u. Veel succes. Ja. Dag. Gaat lekker, hè? Gaat lekker. Ja, gaat hartstikke lekker. Kom op, jongen. Maar ze hebben hem al, hè? Ze hebben hem al. Ben ik te laat? U doet dit jaar een keertje niet mee? En doet u dat ieder jaar als Ajax Feyenoord speelt? Nee. Als Ajax speelt. Nee, Rotterdammers die moeten hier niet wezen nu natuurlijk. Ik heb het zwaarder als de lopers, want ik sta hier al vanaf half twaalf tot half vijf ongeveer. Dus, Zwaarder als, bedoel zwaarder dan, toch? Zwaarder, wat jij wil. Nee. Hey, ik ben eigenlijk van het begin was ik al een Ajax-fan. Alleen eigenlijk vind ik het wel leuk om hem naar te vinden. Alleen ik vind het niet zo bijzonder om naar te kijken. En wat heeft u op vanochtend? Ik vanmorgen een botje pap. De ene keer heb ik zo'n kuipie wat ik eet vanmorgens. En de andere keer een sneetje brood. Dus. Anders dan Chinees, wat eet u nog meer voor lievelingseten? Och jee, wat moeten we er nou voorzetten? Dus. Hij houdt het liefste van nasi, dus. Dus nasi is eigenlijk je lievelingseten? Ja. Maar voor de rest is het, voor mij is het de chef-kok. Dus. Hoe loopt de zaak met de auto? Nou, niet goed. Anders had hij weg geweest, hè. Staat u van begin tot eind hier? Nou, dan hou ik geen keel meer over. Kom op, hè, mensen. Meneer, u slaat een jaartje over. Nou ja. U slaat een jaartje over met hardlopen? Ja. Of doet u een jaar weer mee? Nee, niet. Heeft u wel iemand die zei van dit vind ik interessant? Ja, zijn de stad die me interessant vinden. En hoe ziet u dat? Nou, dan komen ze vertellen. Maar ze lopen hard. Nee, ze stoppen. Ik hou helemaal niet van hard lopen. Maar ik vind het leuk om te kijken. Maar u zou het toch misschien moeten gaan doen? Nou, dat zou gezond zijn. Toch? Heeft u hem op de marktplaats staan? Nee. Ja, ik ben van een website met 1 miljoen kijkers. Als u nou heel kort een reclamespotje doet, dan kan u misschien verkopen bij ons. Oh, ik zie het zo wel. En hoe zit het met de mooie dames? Iedereen die meedoet is mooi. Toch? 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 Dus. Maar wat nou als u hem verkocht heeft, waar gaat u dan in rijden? Een Subaru, hè? Een Subaru? Ja. En leuke jongens? Soms. Is dit een type, deze meneer met deze bril? Nee. En hoe lang heeft u deze gehad? 5 jaar. Dat valt nog mee. Deze misschien? Nee. Die strakke broek? Nee, toch niet. Wat maakt Amsterdam-Noord tot een coole plek? Nou, het is vlakbij Amsterdam. Hier met het fluoris in de groene shirt is wel leuk, denk ik. Nee. Je hebt een beetje een rare smaak, hoor.
Deze? Nee, je doet echt alleen maar oude mannen, weet je dat? Kom je uit Utrecht? Nooit. Wat is er gebeurd? Ik was te laat, ik ben met de pont gekomen. Hoe bedoel je? Via Amsterdam-Noord. Ben je de allerlaatst? Dat denk ik wel, ja. Ik zit op karate. Kan je wat laten zien? Wat? Kan je wat laten zien?